om de reden dat ik de lesbische scene, de lesbische meisjes, meer in deze wereld wil gaan laten brengen. Dat ze meer zich goed zullen voelen. Ik heb namelijk zelf jaren niet kunnen accepteren dat ik lesbisch was, dat ik voor vrouwen viel. En niemand zou het ook ooit kunnen accepteren uit mijn vriendenomgeving. Waardoor ik mezelf heel erg tegenhield. En daarmee wil ik, de ervaring die ik heb, wil ik andere lesbische meisjes, wil ik ook laten zien dat je best uit de kast kan komen. Dat je best je kan openstellen voor mensen. Voor MVS wil ik dus gaan presenteren. En wil ik uit mensen gaan halen wat ze echt denken, wat ze echt voelen, wat ze echt beleven en wat ze belangrijk vinden in het leven, wat ze graag zouden willen zien in deze wereld, wat ze graag zouden willen zien veranderen of waar ze juist heel erg van houden of waar ze voor staan. En dat wil ik proberen door middel van interviews, wil ik dat uit te proberen te halen en met mensen erover gaan praten en gaan onderzoeken. Dat wil ik graag doen bij FVS. Maar wat is jouw doel, zeg maar, om zeg maar, mee te doen aan dit festival? En wat wil je daarmee gaan bereiken voor jezelf of vrienden of mensen om je heen? Nou, dat is pas een zin, mensen. Nee, ja, ik word vaak gevraagd voor dit soort dingen, want ik heb natuurlijk een warm hart, een warm kloppend hart. My beat is ridden to the beat of love. Vanwege het hele transgender person. Ik was niet voor niets anti-fashionman 2009 gekozen. Dus ik fiets door alle genres heen. Nou, dat is heel leuk om te horen. En, heb je al wat beelden van mij gezien? En wat vind je ervan? Ik heb nog geen beelden van jou gezien. Deze wereld is helemaal nieuw voor mij. Je liegt. Ik zag je net heel erg verlekkerd kijken naar al die wijven die ik had gefilmd. Ja, mensen. Dat is dus van jou. Dat is van mij. Heb je hier een piercing gehad? Alle beide kanten, ja. Nu heb je kelten in je wangen. Dat heb ik ook op gedaan. Heb je het daarom gedaan? Oh, serieus, oh wat schattig. Dat is echt zo cool. Waarom ik het gedaan heb inderdaad, die had ik niet. Ik was de enige in mijn familie die het niet had. En nu heb ik ze wel. Aha, vandaar plastiek. Alles is nep. Alleen vandaag is het echt alleen mijn snor heb ik bijgetekend, that's it. Oké, nou heb je netjes gedaan, dan blijkt het echt. En, drink gerust even je biertje. Wat is jouw reden om vanavond hier te komen? Ik ben gevraagd door Puk van Pink Radio of ik de boel wilde hosten. En ja, het is gewoon een feest dat aan mijn hart gaat. Gewoon potten, homo's, transgenders, weet ik veel wat allemaal. Je moet er gewoon allemaal gelijke rechten krijgen. Dus ik heb zoiets van, ja, daar wil ik gewoon aan meewerken. Nou, en gelijk heb je hoor. Ik vind dat ook. En daarom ben ik eigenlijk ook gekomen vanavond om mensen te interviewen daarover. En nou, super tof dat je dat doet. En ik hoop dat ik jou straks echt helemaal naar de tyfus zou gaan. Zullen we dat doen? Nee. Saai, hè? Ik moet mooi. Okay. Het is zo pijnlijke vraag. Ik moet morgen weer om 8:00 op. Ja, nou en joh. Ik moet door. Ja, dat is waar. Voor jou dan. Ja. Yeah. Zuipen. Kijk, als je mijn drank hebt, weet je wel. Dan. Suiker biedt de kans wel om drank te drinken, nee hoor. Wat is dit? Wit bier? Ja. Oh, lekker. Lekker homo. Mag ik even wat vragen? Ben je ook homo? Scheidt een beer in het bos? Nee. Nee, wat dan? Wie scheidt een netjes in de sloot? Scheidt een beer in de sloot? Ja. Ja. Oké, okay, ja. Dus je bent homo. Ja. Fijn om te weten. Kijk, ik ben nog maar een beetje nieuw in deze team, dus ik weet het allemaal nog niet. Mijn gay radar, bla bla bla, moet nog allemaal gaan werken. Die bestaat niet, joh. Bestaat die niet? Oh, nee, bullshit. Ben ik weer opgelegd. Ik val op de mannen aan wie je het niet kan zien. Dan zie ik het zelfs niet. Slaat gewoon. Interessant. Heel. Dat is die pik je er niet uit. Nee, dan moet je gewoon naar vragen.
vind het, ja, dat vind ik heel interessant. Dat vind ik heel leuk om te horen. Ja. Klaar. Klaar. Ik weet dat ik hoor. Beter! Hi, I'm Eliza Steinbach. I'm a co-organizer of the 5th Netherlands Transgender Film Festival. The director is Kamai Hau, and we have both programmed over 20 screenings, 2 workshops, and a wonderful party tonight. Okay, that's interesting. So, and I want to ask you, why are you, what is your opinion, what is your... hoe zeg je doel in het Engels? Aim. Goal in this progress, in this program. Well, our first goal is visibility. So therefore we have our festival at Bali, which is a wonderful in the center place in Leidseplein. And we want to have as many people who will pass by and say, oh, transgender film festival, what is that? Each culture also has a different way of having a space for transgender lives, and the different cultures then also, you know, have different names and words and ways of being. Beyond Western culture, for instance, we just had the Fafanina film that was programmed in Everybody, an experimental shorts program that was about the New Zealand, for instance, the New Zealand Samoan community. Okay, and how are they then in difference with Dutch people? With Dutch people? Or Western? For instance, it's a larger part of the community, so it's not medicalized. So there's not this narrative where you talk about from you know, a young age, you thought you were different and na-na-na-na, and then you had to struggle to make that difference known and understood. Mm-hmm. In the Fafafina community, I learned, through this video that we screened, that it's a larger part of their culture that is accepted and looked forward to. So it's a whole nother world. Yeah.